Gelukkig. Lekker. Welkom, Joël. Hoi, dank je. Ik heb gehoord dat jullie met Wij Zijn Vrij dit keer ook een eigen stage gaan hebben. Hullabaloo Festival voor het eerst een hostingpartij is van Hullabaloo. Heel erg zin in. Ja, vertel, ja. Wat is Wij Zijn Vrij? Eigenlijk begon als een grap. We zijn met de drie vrienden, Farid, Hilrieke en ik, dachten we van hé, we missen iets in de stad Groningen. Iets voor net iets oudere mensen dan studenten. 4 jaar geleden gestart en we waren een beetje een rondreizende circus. En door de stad, op de leukste plekjes van de stad. En nu hebben we een eigen hosting hier. En ja. Jullie zitten dus echt in Groningen? Ja, klopt. Waarom Groningen? Ja, dat hoef je mij niet te vertellen, maar misschien de rest wel. Ja, misschien moet het geheim blijven, maar het is wel de leukste stad van Nederland. Ja. Ja, want waarom gaat er niks boven Groningen? Gewoon de vrijheid, het gevoel dat je iedereen kent. En als je iemand nog niet kent, dat je die gewoon kan leren kennen. We staan ook echt voor vrijheid. Dus het is afgeleid van Vrij Mibo, want het is begonnen als een vrijdagmiddagborrel. En de combinatie van Vrij Mibo en vrijheid. Je moet gewoon jezelf kunnen zijn. Je moet gewoon dansen wie je wil, kunnen aandoen qua kleding wat je wil. Je moet gewoon kunnen uitdragen wat je wil. En het is altijd op een vrijdag, ja. Wat gaan jullie Hullabaloo brengen? Heel veel leuke mensen. Heel veel geflirt, heel veel stoute dingetjes, leuke muziek. En met name gewoon een plek waarin mensen denken van dat gevoel wat je had op scholenfeest. Ja. Wat voor muziek draaien jullie? We hebben eigenlijk een vaste stramien. We beginnen met house en daarna gaan we naar disco. En we sluiten altijd af met urban. Hitjes van toen en een beetje hitjes van nu. Ja. Ja. Leuk, jij gaat daar zelf ook staan. Zeker. Ja, ik ben aan het feesten en mensen ontmoeten, handjes geven en een beetje meespieken met wat er gaat gebeuren. Ja. Dan heb ik nog een Groningse woord voor je, eigenlijk een zinnetje. Ja. En ik ben benieuwd of jij weet wat het betekent. Ja. De boerenmaas bin weer in staat. Oh, moeilijk. Ik ben Surinaams, dus wij praten mijn tweede taal is Surinaams. Maar bin weer in de stad, dus dan ben je weer in de stad. Maar het eerste woordje de boerenmaas. Ik heb echt geen idee. De boerenmaas. Het heeft wel een beetje met de naam van Hullabaloo te maken. Dat is de tip die ik geef. Oh, de georganiseerde chaos is weer in de stad? Er is chaos in de stad. Er is chaos in de stad. Er is chaos in de stad. Oh, ik schaam me. Het spijt me, Groningen. Sorry. Nu vreek het nooit. Ja. Hey, thanks Joël dat je hier was. Jij bedankt. Mensen die nog geen kaartje hebben gekocht, wat ik natuurlijk mezelf niet kan voorstellen. Waarom moeten mensen nog een kaartje kopen? Nou, kijk naar het programma. Er komen echt super toffe artiesten. Ja. Er komen leuke hostings. Niet alleen wij. Kopjek staat er ook, onder andere. Het is de dag van Gronings Ontzet. Het is onze lokale feestdag. Dus kom het in ieder geval die dagen voor vieren. Die dag erna nog een keer. En neem je vrienden en vriendinnen mee. Ja. Ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. We gaan feesten.